Welkom bij vlog nummer 4. De aankoopbegeleiders bij Omnia gaan steeds op zoek in hun eigen regio naar woningen waar wij op dit moment enorm veel vraag naar hebben van kandidaatkopers. Wij selecteren dan de beste woning waarvan wij denken dat die het beste in aanmerking komt voor die mensen. En voor die woning maken wij dan een volledige presentatie. Die presentatie houdt in professionele fotografie, digitale grondplannen en een virtuele tour. Wij maken die presentatie altijd zodanig dat wij weten dat de verkenners en de sterk geïnteresseerde kandidaten van elkaar gescheiden kunnen worden. Want wij hebben gemerkt dat heel veel mensen wel effectief op zoek zijn naar vastgoed, maar dat ze eigenlijk niet meer elke dag de goesting en de zin hebben om in de auto te springen om al die woningen te gaan bekijken. Dus hetgeen wat wij doen is eigenlijk zo'n goede presentatie maken van die woning, die gaan uitsturen naar die mensen die daar op zoek zijn, zodanig dat zij op voorhand eigenlijk van thuis uit in de zetel kunnen kijken of die woning in aanmerking zou komen voor hen. Een tijdje terug hadden we enorm veel vraag naar een belletagewoning in Wolrijk. De criteria waren eigenlijk dat er minstens 3 slaapkamers aanwezig moesten zijn, dat het in een kindvriendelijke buurt was, dat er een tuintje aanwezig was en dat de woning volledig instapklaar was. Ik ben in die periode ook een aantal woningen gaan bekijken om te zien welke woning dat het beste in aanmerking zou komen. En ik ben gevallen op een woning in de Vorstenhuislaan in Wolrijk. Een woning die dat volledig instapklaar was, heel goed onderhouden ook. Er zijn misschien wel een aantal dingen die opgefrist kunnen worden, maar natuurlijk, uiteraard, heeft dat altijd betrekking dan op de prijs. En de prijs zat daar heel juist. Die woning die stond wel al 2 maanden te koop, maar wij weten ook uit ervaring dat als een woning particulier te koop staat, dat je eigenlijk daardoor maar 30-40% van alle kandidaatkopers kunt aanspreken. En door onze manier van werken weten wij ook dat wij eigenlijk iedereen kunnen gaan aanschrijven, wat maakt dat we uiteraard met veel meer sterk geïnteresseerde kandidaten over de vloer kunnen komen. Dus de reacties van die mensen of van die eigenaars, dat was ook van: ja, Marvin, we krijgen af en toe wel eens een bezoeker over de vloer, maar eigenlijk veel te weinig en we horen die meestal ook niet meer terug. En we hebben zeker ook in die 2 maanden tijd nog geen bod mogen ontvangen. Terwijl dat eigenlijk wij wel wisten, of ik eigenlijk wel wist van: oké, kijk, de prijs van die woning zit heel goed. Die moet gewoon op de juiste manier gepresenteerd worden. Dus wij hebben ook onze presentatie die dat we altijd maken voor die woning gemaakt. We hebben die getoond aan de mensen die daar in aanmerking kwamen voor die woning. En die mensen zijn dan uiteraard ook uitgenodigd geweest op het bezoekmoment. En dat was op een zaterdag, een zonnige zaterdag. Dat was heel leuk, want we zagen ook dat de kinderen daar op straat allemaal aan het spelen waren. Het was een zonnige dag. Op het eerste bezoekmoment hadden we 13 kandidaten waarvan dat we wisten dat ze eigenlijk op voorhand alles hadden bekeken. Zowel de foto's, de grondplannen en de virtuele rondleiding. Dus al die 13 kandidaten zijn afgekomen op die zaterdag. En tussen die 13 zat 1 koper. Dus ik denk dat dat wel heel positief is. We gaan nu vertrekken naar de woning, want we gaan onze sticker verkocht op het bord kleven. En we gaan eens een keer luisteren naar de eigenaar, hoe dat hij de samenwerking aanvoelde, wat dat zijn ervaring met ons was. Ik ben blij dat het voorbij is. Ik bedoel, dat het achter de rug is. Ja, nee, maar dat geloof ik. Ja. Dat geloof ik. Want we hebben dus inderdaad een tijdje dat zelf geprobeerd. Er kwamen wel een paar mensen op af, maar echt heel weinig. Dan hebben we de prijs wat veranderd. Nog geen enkel resultaat. Maar ondertussen kregen we heel veel telefoons van IMO-kantoren. Dan hebben we op een gegeven moment gedacht van: zouden we toch niet de expertise van een IMO-kantoor inschakelen? Maar welk en wie? En toen we dachten van: wie gaan we nemen? Toen hebben we een aantal IMO-kantoren uitgenodigd. Wat mij opviel bij Omnia, dat was vooral de relaxe manier van aanpak. Het concept, ze hadden een heel ander concept waarmee dat zij zich konden onderscheiden van die andere kantoren. En ik moet ook wel zeggen dat ze blijk gaven van een degelijke expertise. We hebben besloten van met Omnia in zee te gaan. En vanaf toen is het eigenlijk allemaal heel snel gegaan. De mensen die kwamen hier foto's maken en die scanden heel de woning. En om daar zo'n 3-dimensionele rondwandeling in kunnen te maken, was spectaculair. Maar dan is dat op een gegeven moment op maandag werd het op het internet gepubliceerd. En het weekend dat erachter kwam, de zaterdag,
al een eerste kijkdag was. En we waren onder elkaar al aan bezig van, zou er wel iemand komen op die kijkdag? Want we hebben dat zelf nu al een paar maanden mee bezig geweest en er was zo weinig interesse voor. En ik denk dat het op woensdag belde Marvin, zaterdag is kijkdag en we hebben 16 aanvragen om te komen kijken. We dachten, ja, die gaat hier een feestje komen geven met zijn vrienden. Dat gaat nooit geïnteresseerde kopers zijn, maar effectief. Zaterdags van 10 uur tot 2 uur in de namiddag, doorlopend, mensen die kwamen kijken, is maandags verkocht. Perfect. Dat kon gewoon niet vlotter gaan. Dus we zijn er kei content van. Ja, ik maak wat schilderijen in mijn vrije tijd. En eigenlijk omdat ik daar toch wel wat zo wantrouwig tegenover stond, zo van, ja, het zal allemaal zo'n vaart niet lopen. Ja, zei ik, oké. Dan mogen hier een schilderij uitkiezen. Dus ja, belofte maakt schuld. Maar ik zou wel graag hebben, als je een schilderij meeneemt, dat je dat op je kantoor hangt. Want ik was onder de indruk van het kantoor. Het leek wel een notariaat waar we binnenkwamen. Deal, Erik. Oké, dank u.